Goedemiddag. Hierbij open ik deze academische zitting. Een zitting waarin mevrouw Janssen, Sandra Janssen, haar academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Het proefschrift is geschreven in het Engels onder de titel Promoting Cardiovascular Health Through Personalized Supervised Exercise Therapy in Intermittent Claudication. Lange mond vol. Ik heet ook welkom de mensen die via livestream meekijken en luisteren. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de promovenda tot haar verdediging, zal laatstgenoemde een kort overzicht geven van de door haar verrichte onderzoekingen en een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. We zijn bijna helemaal compleet. Er komt nog één opponent, maar die is even opgehouden in een verkeersobstructie in de buurt van Maasbracht, maar die schuift zo aan. En we hebben één opponent die van buiten meedoet en die u straks op het grootscherm in volle ornaat kunt zien. Ik verzoek u nu aan uw voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Dank u wel. Goedemiddag, geachte prorector, geachte leden van de corona, lieve familie en vrienden, beste toehoorders. Ik heb de afgelopen 4,5 jaar naar dit moment toegewerkt. En vanwege corona was het nog even spannend, maar ik ben heel blij dat ik dit hier met jullie aanwezigheid mag afsluiten. Ik ga het komende kwartier mijn proef... plaatje jullie bekend voor. Behalve dat ik natuurliefhebber ben en het gewoon een mooie foto vind, heeft het ook een verband met mijn onderzoek. En mijn onderzoek gaat over de behandeling van claudicatio intermittens. Ik zal zo vertellen wat dat precies is. Maar als je goed kijkt naar deze foto, zie je tussen de bomen een pad. En dat pad dat is begaanbaar, maar duidelijk niet de meest gekozen weg. En dat zien we eigenlijk ook bij de behandeling van claudicatio intermittens. We weten steeds beter wat de beste behandeling is. En de praktijk sluit er ook steeds beter bij aan. Maar het is nog niet de standaard die het zou horen zijn. Claudicatio intermittens wordt in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd. Als je last hebt van etalagebenen, dan krijg je tijdens het lopen pijn of kramp in de benen. En die trekt naar rust weer weg. Etalagebenen zijn een uiting van slagaderverkalking. De slagaders die voeren het bloed, zuurstofrijk bloed vanuit het hart naar alle delen van het lichaam die zuurstof nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld de beenspieren. Een slagader die bestaat uit een wand en een doorgang. En bij slagaderverkalking is de vaatwand ziek, waardoor die steeds dikker en stijver wordt en die doorgang eigenlijk nauwer wordt. Dat kan variëren van een vernauwing tot een volledige afsluiting. En als je gaat lopen, dan hebben je beenspieren juist meer zuurstof nodig en zou er dus meer bloedtoevoer moeten komen. En dat lukt in dit geval niet door die vernauwing, waardoor er een zuurstoftekort ontstaat. Dit uit zich dan in pijn of kramp. En in rust is die zuurstofbehoefte weer lager, waardoor zuurstof toevoer wel voldoende is en dan trekt die pijn of kramp ook weer weg. Slagaderverkalking zit niet alleen in de vaten van de benen, maar in de slagaders van het hele lichaam. Soms heb je van een erge vernauwing bijna geen klachten en het kan zelfs zijn dat je pas klachten krijgt als een bloedvat volledig dicht zit. Na slagaderverkalking kun je ook bloedpropjes vormen. Zo'n bloedpropje kan meegenomen worden met de bloedstroom totdat het ergens blijft steken in een bloedvat en daar een volledige afsluiting geeft. Slagaderverkalking is dus niet alleen een probleem van de benen, maar van het hele lichaam. En kan naast etalagebenenklachten ook een herseninfarct of hartinfarct veroorzaken. De behandeldoelen van etalagebenen zijn enerzijds de klachten verminderen en anderzijds het risico op hart- en vaatziekten verkleinen. Je hebt eigenlijk drie behandelopties. Namelijk looptherapie, dotteren of opereren. Looptherapie gebeurt gesuperviseerd. Dat betekent dat een gespecialiseerd fysiotherapeut met de patiënt gaat oefenen om de loopafstand weer te vergroten met zo min mogelijk klachten of misschien zelfs klachtenvrij. Meestal duurt zo'n traject 3 maanden tot een jaar en neemt in het begin 2 tot 3 sessies per week in beslag, waarbij de frequentie dan weer langzaam wordt afgebouwd. Bij dotteren wordt er via de slagader een ballonnetje naar de plek van de vernauwing gebracht. Daar wordt dat ballonnetje opgeblazen om die vernauwing weer op te rekken, zodat de doorgang weer groot genoeg is voor de bloedtoevoer. En dan kan men ervoor kiezen om een stent achter te laten, wat eigenlijk een stevig netvormig buisje is om die doorgang open te houden. De derde optie is een operatie. En daarbij kan men de plek waar de slagader vernauwd is schoonmaken, of men kan een omleiding aanleggen, zodat het bloed via een omweg alsnog op de plek terechtkomt. Dotter of operatie geeft eigenlijk vrijwel direct een verlichting van de klachten, heeft vrijwel direct effect. Maar uit onderzoek blijkt dat looptherapie uiteindelijk een even goed effect heeft,
maar dan met minder risico's en minder kosten. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom internationaal gezien alle richtlijnen aanbevelen dat mensen altijd eerst starten met looptherapie en pas als dat onvoldoende effect heeft, men een dotter of operatie overweegt. Ik heb in mijn onderzoek gekeken of dat advies van starten met looptherapie ook in Nederland wordt opgevolgd. En dat is niet zo vanzelfsprekend namelijk. Grotendeels vanwege drie redenen. De eerste reden is dat mensen makkelijk in de buurt een fysiotherapeut moeten kunnen vinden die ook gespecialiseerd is in deze behandeling. De afgelopen 10 jaar heeft Claudie Kaasje net hiervoor ingezet. Ze hebben heel veel fysiotherapeuten opgeleid. En een landelijke dekking proberen te bereiken, zodat iedereen dicht in de buurt deze therapie kan krijgen. En het is belangrijk om te noemen dat Nederland hierin koploper is, internationaal gezien. En het mooie is dat Claudie Kaasje net die kennis en ervaring die ze hebben met betrekking tot organisatie van fysiotherapeutische zorg, sinds kort ook hebben uitgebreid naar andere chronische ziekten. En daarom sinds 2020 zijn overgegaan in een chronisch zorgnet. Een tweede belangrijk punt in het opvolgen van het behandeladvies met starten met looptherapie is de vergoeding. Sinds 2017 worden door alle zorgverzekeraars 37 sessies looptherapie per jaar volledig vergoed. En het derde punt waarom het niet zo vanzelfsprekend is dat iedereen met looptherapie begint, is dat nog niet alle behandelaren ervan overtuigd zijn dat looptherapie de beste behandeling is. En zij zijn degene die de patiënt moeten verwijzen. Gelukkig lijkt ook dat de afgelopen jaren verbeterd, dankzij onderzoek en voorlichting. In een van mijn onderzoeken heb ik mogen kijken naar de gegevens van 55.000 patiënten die tussen 2013 en 2017 de diagnose etalagebeen hebben gekregen. Deze grafiek achter mij zie je de zwarte balkjes en die staan voor mensen die begonnen zijn met looptherapie als behandeling. En de lichte grijze balkjes staan voor de mensen die begonnen zijn met een dotter of operatie. Je ziet dat in 2013 nog 63% startte met looptherapie. En in 2017 was het al 87%, dus een goede toename. Wat ik verder ook in mijn onderzoek heb gekeken is wat ik al eerder aangaf. Dat als looptherapie onvoldoende effect heeft, je alsnog kan kiezen voor dotter of operatie. Als we nou kijken naar die mensen die zijn begonnen met looptherapie, dan zie je dat na 5 jaar 83% nog steeds geen operatie heeft gehad. Als je kijkt naar de mensen die zijn begonnen met een dotter of een operatie, dan zie je dat binnen 5 jaar ruim een kwart al een tweede ingreep moest ondergaan. En soms volgde daar ook nog een derde of vierde op. Dus dat betekent dat je met zo'n ingreep niet meteen na 1 keer klaar bent met de behandeling, zeg maar. Ik heb in mijn onderzoek ook gekeken naar de locatie van vaatvernauwing. Want we weten dus dat we eigenlijk met looptherapie zouden moeten starten. Maar ik liet al doorschemeren dat nog niet alle artsen daarvan overtuigd zijn. We zien nu dat ongeveer 87% begint met looptherapie. Maar ik denk dat er nog te vaak vanwege onjuiste argumenten toch wordt gekozen om direct te dotter of opereren. En locatie van vernauwing is een voorbeeld van zo'n argument. Ze maken daarbij onderscheid tussen een vernauwing boven of onder de lies. En daarmee zegt men dat slagaders boven de lies makkelijker te opereren zijn en dat looptherapie daar minder effect zou hebben. Om dat uit te zoeken heb ik samen met collega's de ILEC-studie opgezet. In 10 verschillende ziekenhuizen hebben wij de gegevens van 267 patiënten verzameld. En wij vonden daarin dat na een half jaar de loopafstand in beide groepen evenveel toeneemt. Dus zowel mensen met een vernauwing boven als onder de lies hebben een toename in loopafstand van ongeveer 450 meter. Dat betekent dus dat locatie van de vaatvernauwing geen rol speelt in de behandelkeuze. En iedereen gewoon mag starten met looptherapie. Een ander argument wat je zou kunnen noemen waarom looptherapie minder effectief zou zijn, zijn psychische factoren. Ik heb zelf gekeken middels vragenlijsten naar angst, depressie en enkele factoren die de motivatie om te trainen kunnen beïnvloeden. Ook hier hebben we als eerste de halfjaarsresultaten bekeken. En ook nu zien we dat de loopafstand bij iedereen verbetert, ongeacht deze kenmerken. Opvallend is wel dat patiënten met etalagebenen een veel grotere kans hebben op psychische klachten. In deze onderzoekspopulatie zagen we dat 1 op de 5 mensen last had van serieuze angst of depressieve klachten. Dat is natuurlijk wel iets wat aandacht verdient. Aan de ene kant omdat het effect heeft op de kwaliteit van leven van mensen.
maar ook omdat angst en depressie en andere psychische kenmerken net zozeer het risico op hart- en vaatziekten verhogen als de meer gangbare risicofactoren die iedereen wel kent, zoals hoge bloeddruk, cholesterol en overgewicht. De psychische factoren zijn dus wel belangrijk, maar niet voor de loopafstand. Als we het hebben over het risico op hart- en vaatziekten, dan komt steeds meer naar voren dat gedrag een enorme impact heeft op dat risico. Het heeft aan de ene kant zin in de preventie van ziekte, maar we zien ook dat het effect heeft op reeds bestaande klachten of reeds bestaande ziektebeelden. Er zijn zelfs steeds vaker situaties bekend waarin gedrag een groter effect heeft dan medicatie. En daarom is het ook terecht dat in de medische wereld er steeds meer aandacht komt voor het inspelen op gedrag. Ik heb in 2020 een hoofdstuk mogen schrijven over beweging in het eerste handboek voor leefstijlgeneeskunde en ik hoop dat dat daar ook verder aan bijdraagt. Een van de belangrijkste leefstijlfactoren is beweging en ik heb daarom gekeken of looptherapie ook een effect heeft op factoren als bloeddruk en cholesterol. Dat blijkt een beperkt positief effect te zijn, maar ik denk dat we nog meer moeten doen om dat effect te vergroten. Want je wil mensen ook naast de therapie in hun dagelijks leven en op de lange termijn in beweging krijgen. En dat vraagt echt om een gedragsverandering, wat niet zo eenvoudig en snel is als pillen voorschrijven of opereren, maar uiteindelijk wel het langdurige en grote effect geeft wat we willen hebben. Wat ik verder nog zag in mijn onderzoek, is dat de looptherapie, die zoals de naam al doet vermoeden, meestal uit lopen bestaat, niet per se uit lopen hoeft te bestaan. Ook andere trainingsvormen, zoals fietsen en fitness, hebben een even groot effect op de loopafstand. En dat is mooi, want dan kunnen we dus die therapie en de inhoud daarvan beter afstemmen op de wensen en doelen van de patiënt. Daarnaast past het dan ook beter bij de algemene beweegadviezen die voor iedereen gelden, waarbij men niet alleen zegt dat je minimaal 150 minuten per week moet wandelen of fietsen, maar ook aan krachttraining moet doen en ook aan balansoefeningen. De conclusies van mijn onderzoek zijn dus dat looptherapie de eerste keuze van behandeling is en dat dit juist is ongeacht locatie van vernauwing en ongeacht specifieke psychische kenmerken. En dat alternatieve trainingsvormen net zo effectief zijn als looptherapie. Voor de toekomst zou ik graag zien dat we de hele mens behandelen, omdat claudicatio, oftewel etalagebenen, niet alleen een probleem van de benen is, maar van de hele mens. En dat het belangrijkste is dat we het risico op hart- en vaatziekten verkleinen. Daarvoor moeten we passende zorg bieden. En dat betekent dus dat we in de inhoud van de therapie ook rekening moeten houden met de persoonlijke wens en doelen van de patiënt. En dat we beter kijken naar het grote plaatje waarin we bewegingsvormen kiezen die iemand ook op de lange termijn vol wil houden, zodat iemand ook echt in beweging komt. En daarbij hoort vooral meer focus op gedragsverandering, omdat het stimuleren van een gezonde leefstijl echt het aannemen is van een ander gedrag. En nog wel mooi om te noemen daarbij, is dat chronisch zorgnet daar al deels mee bezig is. Zo worden alle fysiotherapeuten opgeleid in motivational interviewing, wat eigenlijk een gesprekstechniek is om mensen te begeleiden in de gedragsverandering. En daarnaast heb ik binnen chronisch zorgnet samen met het Trimbos Instituut een rookstopcursus mogen ontwikkelen, zodat de fysiotherapeuten ook gecertificeerd rookstopcoach mogen worden. Hierbij wil ik u graag bedanken voor uw aandacht en het woord teruggeven aan de prorector. Dank u wel. Een overzicht van wat het boekje omvat, uw boek omvat. En dus meteen een achtergrondinformatie over de wijze waarop, of de onderwerpen die aan de orde zullen komen. We hebben, dat heb ik nog niet, voor 7 mensen die willen opponeren. En voor de laatste aangeschovene betekent dat dat hij ongeveer kan uitrekenen hoeveel tijd hem toebedeeld is. Professor van Sandbeek kan wel uitrekenen wat met 7 mensen 45 minuten hoeveel ieder ongeveer toegewezen heeft gekregen. Met het verzoek u daaraan te houden, want anders is bijvoorbeeld de laatste opponent hier voor niks naartoe komen fietsen. We beginnen met de oppositie door professor Prins. Hij is hoogleraar klinische epidemiologie aan deze universiteit. Hij was voorzitter van de manuscriptcommissie, beoordelingscommissie moet ik eigenlijk zeggen. Ja, professor Prins. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus. Als eerste wil ik u natuurlijk feliciteren met dit fraaie resultaat van zoveel gepubliceerde hoofdstukken
op een onderwerp dat al inderdaad aardig is onderzocht door de groep waar u zich ook heeft begeven. Met veel succes overigens. Ik ben blij dat u tijdens uw praatje zei dat u de foto van de kaft zo'n mooie natuurfoto vond. Want eigenlijk dacht ik zelf dat u hier de prognose van de patiënt met EFV-vaatleider toch een beetje te negatief afdrukte met een heel somber bos. Maar zo zie je kan anders kijken naar foto's dan anderen. To the point. Ik zou u graag willen vragen. In hoofdstuk 2 heeft u een heleboel onderzoek op een rijtje gezet om te kijken naar effecten van looptherapie op verschillende cardiovasculaire risicofactoren. En mijn vraag aan u is, wat voor mechanisme denkt u dat achter zit? Wat is het pathofysiologisch mechanisme dat achter het idee zit om dat te gaan kijken of wat doet op die factoren? Welke pathofysiologie had u bedacht? Geëerde opponent, bedankt voor de felicitaties en voor deze vraag. Waarschijnlijk is het mechanisme waarop looptherapie een invloed hebben op deze factoren multifactorieel. En daar zijn best veel studies naar gedaan. En dan vooral als je algemener kijkt naar beweging. Want looptherapie aan zich op die risicofactoren, daar is nog niet zo heel veel over geschreven. En men denkt dat dat eigenlijk vooral ook te maken heeft met fysiologische processen. Dat het in beweging komen een verandering teweeg brengt in het metabolisme op celniveau. Dat het ook een invloed heeft op het endotheel, omdat bij atherosclerose je natuurlijk ook endotheeldysfunctie hebt. En men denkt dat bij het in beweging komen die endotheeldysfunctie vermindert. Hoe dat dan precies werkt is nog niet bekend. En verder denkt men dat het metabolisme van zuurstof in de cellen verandert. Dat er minder ontstekingsmechanismen worden aangewakkerd. En dat er eigenlijk een remming plaatsvindt. Dus het zijn eigenlijk heel veel dingen bijeen. En waar ik nu naar heb gekeken in mijn meta-analyse is het effect op de risicofactoren, wat eigenlijk een soort indirecte tussenweg is. Uiteindelijk wil je natuurlijk vooral hebben over de events die optreden en de mortaliteit. Dus dan gaat het erover dat je uiteindelijk wil dat die verlagen en dat gaat dan via de risicofactoren. Ik heb niet echt één mooi antwoord op hoe beweging nou precies al die risicofactoren verandert. En als je buiten het fysiologische plaatje kijkt, dan denkt men ook dat alleen het in beweging komen aan zich een effect heeft op de motivatie en hoe iemand in zijn vel zit. En dat dat weer ander gezond gedrag in de hand werkt. Zoals bijvoorbeeld dat men gezondere keuzes gaat maken qua voeding. En dat heeft natuurlijk ook op zichzelf staand alweer een effect op alle risicofactoren. Dus het is eigenlijk iets wat heel breed werkt. Mag ik samenvatten? U denkt dat het multifactorieel is. En meestal betekent dat dat gewoon er eigenlijk geen goed mechanisme is aan te wijzen. En dan gaat u die studies allemaal op een rijtje zetten. En waar ik een beetje van schrik is dat van de 237 of zo studies, staat op bladzijde 28, er maar liefst 100 worden uitgesloten omdat u gewoon niet rapporteren over een cardiovasculair risicofactor. Kunt u dat verklaren? Dat de helft verdwijnt? Ja, dat komt omdat ik de meta-analyse en de systematic review is puur over die cardiovasculaire risicofactoren. Dus als een studie daar niet over rapporteert, dan kon ik daar natuurlijk ook niks uit extraheren voor mijn onderzoek. Dus ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag. Want je gaat natuurlijk normaal op de abstract af en daar staat niet altijd al duidelijk in welke uitkomstmaten ze meenemen. En het lastige van deze uitkomstmaten was dat het vaak secundaire uitkomstmaten waren. Dus soms stond er wel in het abstract iets waardoor je vermoedde dat ze mogelijk ook naar bloeddruk, et cetera, zouden kijken. Dus dan wilde ik het niet meteen op title abstract al weggooien. Maar dan bleek er uiteindelijk toch geen resultaten genoemd te worden voor de outcomes of interest. Okay. U zegt iets heel belangrijks. Het zijn allemaal secundaire uitkomsten. Dus geen enkele studie is precies daarvoor bedoeld. En ik heb het vermoeden, en ik mag zeggen of u dat vermoeden deelt of niet, dat heel veel studies die gewoon geen effect vonden, het gewoon niet gerapporteerd hebben, ook al hadden ze de data misschien.
inderdaad ook iets wat ik in de limitaties benoem, dat dit wel een interessant is, omdat dit publication bias in de hand werkt. Dus het kan best zijn inderdaad dat het of niet gevonden is, of misschien een ongewenst effect heeft gehad en dat men dat dan inderdaad achterwege laat. Ja, dat is zeker een belangrijke kanttekening. Ja, ik ben het geheel met u eens. En dat woord publicatiebias had ik inderdaad ook voor ogen. En dat kan zowel werken op het niveau van de auteur, die het gewoon niet opschrijft, maar ook op het niveau van een editor, die het artikel niet aanneemt als het niet zijn kant is, of juist de verkeerde kant op gaat. Dus eigenlijk zou ik durven zeggen dat wat u misschien aan positiefs vindt in uw resultaten, hoe sterk is dat als u denkt aan de mogelijkheid van toch wel 50% artikelen eruit? Ik denk dat veel studies het wel hebben gemeten, maar gewoon niet gerapporteerd. Denkt u dan echt dat die bevindingen, en met name dan die van positief op hartslag en op bloeddruk, dat het echt stand gaat houden in een heel gerichte, grote, randomized clinical trial? Daar heb ik inderdaad zelf ook mijn twijfels bij. Maar wat ik ook uiteindelijk aangeef, en daar sta ik nog steeds achter, is dat looptherapie in ieder geval denk ik verder uitgebreid moet worden. Omdat als je naar beweging in het algemeen kijkt, en dan met name physical activity, dat daar echt wel voldoende bewijs is dat dat effect heeft op risicofactoren. En dat dat ook aanzienlijk is. Dus ik denk dat we in die zin er wel uit zijn dat beweging echt heel belangrijk is in het verkleinen van het cardiovasculair risico. En de vraag of looptherapie zoals dat op dit moment wordt gegeven al voldoende is, of dat dat dan wat aangepast moet worden, dat is wel iets waar we naar kunnen kijken. En ik zou het wel mooi vinden als inderdaad in vervolgonderzoeken dit soort risicofactoren meer aandacht krijgen. En dan het liefst bij lange termijn onderzoeken ook factoren als cardiovascular events en mortaliteit. Dus dan krijgen we daar wel meer informatie over. Oké, ik ben het met u eens dat healthy lifestyle heel erg te waarderen is. En ik bedank voor uw antwoorden en geef het woord aan de co-rector. Dank u wel, professor Prins. Dan wordt nu de oppositie voortgezet door dokter Elsman. Hij is vaatchirurg, Deventer Ziekenhuis. Hij was lid van de manuscript beoordelingscommissie. Professor Elsman. Dank u wel, meneer de rector. Geachte promovenda, van harte gefeliciteerd met dit mooie proefschrift waarin volgens mij ongelooflijk veel werk zit. Ik wil ook de begeleidingscommissie natuurlijk, begeleiders van harte feliciteren. En ze ook complimenteren met het hele mooie netwerk wat zij hebben opgezet en waar u de data vandaan heeft. Dat netwerk heeft de zorg voor patiënten met claudicatie van intermittentie in Nederland natuurlijk heel erg veranderd. Dat vertelde u net zelf in de inleiding al. Toch vraag ik me af of zo'n netwerk van fysiotherapeuten met gesuperviseerde looptraining niet een beetje veel van het goede is. Want als je de resultaten van uw studie ziet, dan is de toename van de loopafstand, de functionele loopafstand, hooguit een paar honderd meter. En we weten dat de claudicatie van intermittentie eigenlijk een heel goedaardige ziekte is. Mensen die moeten af en toe even stoppen met wandelen, maar de kans dat ze hun been verliezen, en dat is toch een angst die heel veel mensen hebben met vaatziekte aan hun been, de kans dat je been geamputeerd moet worden, is eigenlijk heel klein. Zou het niet voldoende zijn als een vaatchirurg of een huisarts een patiënt geruststelt en zegt dat het allemaal niet zo vaak zal lopen en dan naar een cardioloog of naar een internist verwijst om medicamenteus de risicofactoren aan te pakken en heel dat gedoe met weken naar de fysiotherapeut te gaan achterwege laat? Zeer geleerde opponent, bedankt voor de felicitaties en deze vraag. Het is een hele terechte opmerking en ook heel begrijpelijk. Het klopt inderdaad dat het risico op amputatie uiteindelijk heel klein is. Het wordt soms ook wel eens geopperd dat kritieke ischemie eigenlijk gewoon bijna een ander ziektebeeld lijkt in die zin, omdat het beloop en de behandeling heel anders is. En ik denk inderdaad dat mensen aanvankelijk ook bang daarvoor zijn. Maar als die angst wordt weggenomen, is vooral wat overblijft dat ze erg beperkt zijn in hun dagelijks functioneren. En als je dan naar de aanvangsloopafstand kijkt, is die vaak ook echt heel erg klein. Dus dan is relatief gezien een loopafstand toename van 100, 200 meter of misschien meer al best wel veel voor die mensen. Want dat betekent misschien dat ze wel naar die winkel op de hoek kunnen en daardoor een stukje zelfstandigheid terugkrijgen. En als je naar de kwaliteit van leven kijkt, wat
in ieder geval in mijn onderzoeken en ook wel vaker in claudicatieonderzoeken specifiek is, dus bijvoorbeeld de vascucol, dan zie je ook daar een significante verbetering in. Dus ik denk dat dat stukje loopafstand wat toeneemt, dat dat vooral een invloed heeft op die kwaliteit van leven die mensen ervaren. En dat het daarom wel belangrijk blijft om daaraan te werken. Want alleen met medicatie verbeter je dat stukje natuurlijk niet. Dan heb je het echt alleen over het cardiovasculair risico medicamenteus gezien. En daarnaast wil ik graag dat mensen in beweging komen. Omdat ik denk dat dat de allerbeste manier is om het cardiovasculair risico te verkleinen. En deze mensen gaan dat vaak niet uit zichzelf doen. Dat is ook aangetoond dat daar begeleiding voor nodig is. Dus ja, mijn antwoord is dan dat de fysiotherapeutische netwerken toch niet overbodig zijn. Dank voor het antwoord. Wij zijn als Nederland natuurlijk een heel klein landje. En we kijken altijd heel graag hoe het buitenland het heeft georganiseerd. En u heeft ook twee hele grote meta-analyses in uw toeschrift verwerkt. En als je daar kijkt hoeveel patiënten daarin verwerkt zijn dat 800 en 500 patiënten. Terwijl u bijna moeiteloos 55.000 patiënten in Nederland onderzoekt. Hoe komt het dat er in het buitenland zo weinig aandacht is voor dit onderwerp dan? En dan bedoelt u specifiek voor looptherapie? Ja, looptherapie en bewegen als in het kader van cardiovasculair risicomanagement. Ja. Het probleem denk ik in het buitenland is vooral de organisatie. Want we zijn inderdaad een klein landje. Dus dan kun je relatief makkelijk afstanden overbruggen. En ook een stichting realiseren waarbij de fysiotherapeut bij wijze van spreken om de hoek is. En als je naar andere landen kijkt, dan is dat vaak een stuk uitdagender. Ik ben bijvoorbeeld zelf ook naar Ierland mogen gaan om te vertellen over hoe wij dat organiseren. Omdat zij dat ook heel graag voor elkaar willen krijgen. En daar heb je soms ook nog financieel uitdagingen. Dus als de vaatchirurg echt per vaat operatie betaald krijgt, heeft dat natuurlijk directe impact op de portemonnee. Dus dat zijn ook dingen die dit tegenwerken. Dus ik denk dat de organisatie daar een hele grote in is. En ze kijken in mijn ervaring wel naar looptherapie, maar dan vaker inderdaad met minder supervisie of op afstand, om dat dan toch op die manier te overbruggen. Dus het zijn een beetje twee dingen, organisatie en het financiële plaatje, dat dan tegenhoudt. Ja, dus hebben we het toch nog goed geregeld uiteindelijk. Dank voor je antwoord. Ja. Ja, u bent klaar. Mooi. Dank u wel, dokter Elsman. Dan gaan we nu naar de andere kant van de ruimte. U ziet daar een heel rijtje met 6 vaatchirurgen, allemaal vaatchirurg. En we gaan nu naar wat mensen die dat niet zijn, aan deze kant. Moet u mij niet meebellen, want ik was ook vaatchirurg in mijn jeugdjaren. De volgende opponent is professor Takate. Hij is hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder op het gebied van de klinische trombose en hemostase. En hij was ook lid van de manuscript beoordelingscommissie. Professor Takate. Dank u wel, meneer de prorector, mevrouw de kandidaat. Ik wil u ook graag complimenteren met dit prachtige werk. En complimenten ook naar uw supervisoren uitstrekken. Ik wil graag het bospad wat u bent ingeslagen met professor Prins verder bewandelen. En ook wat kijken naar de internistische aspecten. En misschien iets specifieker nog, want zijn vraag was eigenlijk hoe werkt het nou, hè, die inspanning, die training. Wat is het pathofysiologisch mechanisme wat daarmee gunstig beïnvloed wordt? En daar had u een breed antwoord op en ik wil proberen dat iets te versmallen. Ik ben ervan overtuigd, zoals u ook zelf zegt in hoofdstuk 2 in de discussie, dat inspanning, looptraining, dat heel gunstig is. En het zal een complex mechanisme zijn. Maar een paar dingen vraag ik me daarbij af. De studies waar u naar kijkt, die omvatten een periode van ongeveer 30 jaar, van 1992 tot 2018. En in 30 jaar is heel veel veranderd, ook voor die patiënten met perifere vaatlijden, bijvoorbeeld waar het gaat over medicamenteuze therapie. 30 jaar geleden was er aspirine, maar de loop van de jaren zijn daar de statines bijgekomen. En het effect daarvan is zodanig dat we ons vandaag de dag afvragen of aspirine nog wel zo effectief is als 30 jaar geleden, omdat andere factoren daarvan invloed op hebben. Mijn eerste vraag, hebt u ook inzicht in tijdseffecten op het effect van de inspanning? Of dat in de loop van de decennia groter is geworden of kleiner? Als je denkt aan effecten op mortaliteit bijvoorbeeld, is die looptraining altijd even effectief? Of zijn daar ook veranderingen in te zien? Heeft u daar enig idee van? Hoogleraar opponent. Bedankt voor de felicitaties en deze vraag.
Bedoelt u dan of de looptherapie aan zich ook veranderd is? Ja, ik denk dat dat sowieso het geval is. Want dat is alleen al een probleem eigenlijk in de meta-analyse. En ook waardoor het heel moeilijk is om een meta-analyse te doen. Dat de inhoud van de looptherapie heel wisselend is, ook in de literatuur. En dan heb je het soms al over de duur, de frequentie per week en ook letterlijk de inhoud van de therapie. Soms dan gaan ze behalve lopen toch nog andere bewegingsvormen toepassen. Iedereen heeft weer hele andere protocollen qua snelheid, qua intensiteit. Je hebt pijnvrij lopen en je hebt lopen tot maximale pijn. Dus alleen daarin is de vergelijking al lastig, ook binnen hetzelfde tijdsbestek. En is het ook intensiever geworden in de loop van de jaren? Want u pleit aan het eind ook voor meer aandacht voor die intensieve therapie, hè? Looptherapie. Ja, ik bedoel dan intensiever als in dat er meer aandacht wordt besteed aan het in beweging komen. Ja, bijvoorbeeld. Dus echt dat iemand langduriger of ja, en ook in het dagelijks leven in beweging komt. En dat er ook een stukje kracht en balansoefeningen bij zit, zoals dat in de beweegrichtlijnen wordt geadviseerd. Want dat zou de maximale impact op het cardiovasculair risico hebben. En dan geldt misschien hoe meer inspanning, hoe beter? Of mag ik dat niet zo zeggen? Ja, in principe is dat wel zo, want die beweegrichtlijnen die geven echt een minimum aan. En dat staat ook best wel mooi aangegeven dat hoe meer minuten je beweegt en hoe vaker je traint, dat dan ook de effecten groter worden of dat er echt nog heel nieuwe effecten bij komen. Oké, prima. Dan begrijp ik inderdaad wat er zoal veranderd is. Maar nog even terug naar de effecten en de mediatoren van die effecten. U zegt ook in uw lekenverhaal, heeft u keurig uitgelegd, hè, dat het maar een beperkte invloed lijkt te hebben op bloeddruk en lipide. Terwijl ja, ik dacht dat die effecten van die looptraining vooral het metabolisme gunstig zal beïnvloeden. Dus dan zou je denken, nou, het cholesterol dat zal wel gunstig veranderen en de bloedsuiker en dergelijke. Maar dat valt eigenlijk een beetje tegen. En denkt u nou eigenlijk dat die effecten die je ziet op de bloeddruk, dat die meer aan de medicatie te danken zijn dan aan de looptraining? Want ook daar is natuurlijk veel veranderd in de loop van de jaren. Ook de bloeddrukregulatie, hè, is veel strenger geworden. Hoe groot denk je dat nou die invloed is van die looptraining in het licht van de medicatie? Ja, dat is eigenlijk heel jammer dat ik dat niet heb kunnen onderzoeken. Want dat komt omdat sommige studies überhaupt niet aangeven wat mensen aan medicatie gebruikten. Of dan aangeven, ja, mensen hebben wel gewoon de CVRM-richtlijn gevolgd. Maar dan staat er eigenlijk niet wat dan adherence is. En dat staat gewoon niet gespecificeerd. Want als ik nu in die meta-analyse had geweten inderdaad of er groepen waren die geen medicatie gebruikten, of in ieder geval wisten wat ze gebruikten, kan je daar nog voor corrigeren. Maar dat was nu niet mogelijk. Er is wel één studie die ik heb geïncludeerd, maar dat is een relatief kleine studie, die dan wel aangaf dat als je een groep had met looptherapie plus de best medical treatment en best medical treatment alleen, dat zij wel een positief effect zagen van de groep met looptherapie op cholesterol bovenop die andere groep. Maar dat is dan weer eigenlijk net een te kleine studie om daar echt conclusies uit te trekken. Dus als dat inderdaad in een groter onderzoek zou kunnen worden gedaan met looptherapie, dan heb je daar antwoord op. Alleen het lastige nu is dat looptherapie sowieso al de standaard is en best medical treatment ook. Dus dan is het eigenlijk niet meer ethisch verantwoord om te gaan zeggen, we gaan een van de twee wegnemen. Dus dat wordt wel lastig om daar echt een antwoord op te krijgen. Ja, dus dat antwoord moeten we dan toch zoeken in een andere richting misschien. Niet op de conventionele risicofactoren, maar andere aspecten van stofwisseling en dergelijke. Ja, dat denk ik inderdaad. Ja. Maar daar zal ik graag een andere keer met u over door discussiëren. Ik ben zeer tevreden met uw antwoorden. Ik geef graag het woord terug, pro-rector. Dank u wel, professor Ten Katen. Dan wordt nu de oppositie voortgezet door dokter Kiers. Hij is directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies van de Hogeschool Utrecht. Verder heeft u nog een aanstelling bij de VU. Dokter Kiers. Dank u wel. Allereerst ook mijn felicitaties voor de promovendus en het promotieteam. Best wel iets met een forse impact, zeker vandaag de dag. Hè, als je het politieke speelveld ziet, passende zorg, zinnige zorg, al dit soort terminologie vliegt over alle bestuurlijke tafels. En dit proefschrift past daar perfect in. Het geeft ondersteuning en richting aan hoe we dat zouden moeten invullen. Ik zie dat u er zelf ook heel enthousiast over bent. Gezien uw carrière switch naar het Nederlandse leger. Wat in mijn herinnering niets anders is dan 40 uur gesuperviseerde looptherapie per week.
Maar goed, dat was in de tijd dat ik daar rondliep. Desalniettemin, toch nog een aantal vragen, of eigenlijk wel heel veel vragen. Maar ik zal me beperken tot de tijd die mij gegeven is. Als eerste, in hoofdstuk 3, dan kijkt u naar de data vanuit Factis en een database uit het ziekenhuis. U kijkt daar retrospectief naar, u analyseert dat. En u concludeert dat op een tweede ingreep dat de set daar beter doet. Hè, de supervised exercise therapy doet het daar beter dan de operatieve ingrepen. En u heeft ook als uitkomstmaat de overal overleving. Ook niet een onbelangrijke uitkomstmaat, hè, het blijven leven of niet. De set doet het daar ook beter in. En ik heb het even de vrijheid genomen om bij het Zorginstituut te kijken wat de incidentie is van deze aandoening. Dat wordt 23.000 patiënten per jaar. En ik heb dat even doorgerekend aan de hand van de cijfers die u daar gebruikt heeft, waarin u het gemiddelde over de jaren dat u dit heeft gemeten, 72% was die de exercise therapy kreeg en de overige werden toegewezen aan een operatief ingrijpen. Als je dat doorrekent, dan kom je op als je ervan uit zou gaan dat iedereen zou beginnen primair met exercise therapy, dan bespaar je in totaal 75 mensenlevens per jaar. En dan ben ik aan de conservatieve kant. Want de hele restgroep die u heeft, die nog iets groter was, waarschijnlijk is het daar nog slechter gegaan. Dus waarschijnlijk meer, maar in ieder geval 75. Toch is uw belangrijkste conclusie een aanbeveling dat als dat niet gedaan wordt en je doet toch een operatief ingrijp als primaire behandeling, dat dan daarna die set weinig gedaan wordt en dan zou je inderdaad die exercise therapie wat meer moeten stimuleren. Dat verbaast mij een beetje, want ik had gedacht, de belangrijkste aanbeveling is toch, waarom gebeurt dit niet? Waarom, dit moeten we toch nog 100% brengen als het zo belangrijk en zo effectief is. Waarom kies je dan toch voor deze, op het eerste gezicht relatief vrij onbelangrijke bijuitkomst? Zeer geleerde opponent, bedankt voor de felicitaties en deze vraag. Het is inderdaad een terechte opmerking. Daar hebben we zelf ook wel over nagedacht en dat is ook wel een discussiepunt. Want de vraag is natuurlijk, is dat reëel dat je verwacht dat 100% van de mensen met claudicatio met looptherapie alleen uitkomen? En de verwachting is eigenlijk dat niet reëel is, omdat in ieder geval uit alle onderzoek ook blijkt dat er altijd nog een percentage is rond 20% wat alsnog een ingreep nodig heeft. Dat betekent niet dat je dan niet zou kunnen starten met looptherapie. Maar het is niet reëel om te denken dat op dit moment 100% daar volledig mee uit zou komen. Dus eigenlijk is dit al een heel mooi percentage wat we gehaald hebben nu qua opvolging van de richtlijn. En ik denk als je reëel bent dat we hier ook gewoon echt wel heel blij mee mogen zijn. Ik ben het met u eens dat het een heel mooi percentage is. Laat dat duidelijk zijn. Maar die 20%, dat zouden dan de 20% moeten zijn die daarvoor in aanmerking komen. En voor een operatief ingrijpen. En ja. Ik heb de indruk uit uw stuk dat het geen bewuste keuze is geweest. Of laat ik mijn vraag anders stellen. Wat is de reden dat die 20% niet als eerste oefentherapie krijgen? Looptherapie. Nee, in dit geval zijn er inderdaad mensen die wel initieel zijn behandeld met looptherapie of met een dotter of operatie. En de vraag is inderdaad heel erg of dat op basis van de juiste overweging is gemaakt. Omdat er dus nog best wel wat onjuiste argumenten worden aangehaald om dat te doen. En ik denk dus dat we uiteindelijk niet op 100% looptherapie gaan uitkomen. Maar we weten ook nog niet op basis waarvan je nou echt een juiste selectie kan doen om die mensen die uiteindelijk een interventie nodig hebben eruit te halen. En dat heb ik ergens een beetje gepoogd te doen in mijn boekje, want ik dacht, nou misschien is dat toch die locatie van de vernauwing of die psychische kenmerken, maar dat zijn ze dus in ieder geval niet. Dus we moeten vooral verder zoeken naar hoe kun je mensen selecteren die wel baat hebben van zo'n interventie. En dat je die dan misschien, maar dat zal dus naar mijn verwachting echt een kleinere subgroep zijn, dat je die dan misschien een combinatie zou kunnen aanbieden in de toekomst. Ja, prachtig. Ik kan me helemaal vinden in uw antwoord. Maar dan ga ik meteen nog even door op die psychische factoren in het andere hoofdstuk. Ja. U vindt daarin wel dat mensen met claudicatio op sommige psychische factoren wat anders scoren. Hè? Dat is wel een associatie mee, met name met depressie. Maar u vindt geen significante interactie met de interventie. En dus mensen doen het net zo goed op die interventie, ongeacht of ze nog wel of niet een psychische factor hebben die daarin meespeelt. Nu heb ik eens even nagezocht dat type D-persoonlijkheid waar u er nu inleiding over heeft en waar u een aantal aspecten van meet, dat wordt toch geassocieerd in de literatuur met een sterk verhoogd risico op overlijden en hartinfarcten. Dus je zou eigenlijk wel iets daarvan verwachten, maar u vindt geen verband. Niet in de algemene uitkomst en niet in de interactie.
wel een bijna significante associatie met depressie en een significante associatie met de einduitkomst in gelopen afstand, maar dan weer niet in interactie met de interventie. Dat is een beetje raar en het viel me op dat in tabel 1, hè, de beschrijvende data, dat juist deze psychologische kenmerken waarop die associatie niet aantoonbaar is, dat die ook heel weinig spreiding vertonen. En depressie heeft wel iets meer, self-efficacy heeft ruim 2 maal zoveel spreiding. En ik vroeg me af, kan het ontbreken van deze bevinding, deze associatie, kan dat niet worden verklaard omdat u en uw populatie te weinig contrast heeft gehad in deze psychische factoren? Mm. Ben ik duidelijk in mijn vraag of praat ik te lang? Nee. Je bent wel duidelijk, denk ik, in de vraag. Als de vraag is of dat eigenlijk dat ik iets niet heb kunnen vinden, omdat dat aan de populatie ligt, omdat de spreiding exact niet voldoende is en die psychische factoren. Ja, dat had ik beter kunnen vragen op die manier, ja. Ja, ja dat is zeker een goede vraag. Wat ik eerst wil toelichten, want dat was voor mij natuurlijk ook nieuw, omdat ik ben zelf sowieso, dit is voor mij allemaal nieuw, maar meestal werken we binnen de vaatchirurgie niet zo vaak met psychische factoren. En het is ook een wat ongebruikelijkere techniek dat je en naar het baseline effect kijkt en naar de interactie. Maar wat je dan eigenlijk zag was dat bij de psychische factoren mensen misschien wel wat lager een startpunt hadden, waardoor eigenlijk de volledige curve iets lager komt te liggen, maar dat dan verder inderdaad geen invloed heeft op het effect van de looptherapie. Dus ik heb dan gevonden bij depressie inderdaad dat mensen misschien met een lagere loopafstand begonnen, maar uiteindelijk misschien mogelijk zelfs iets meer effect zouden hebben van de looptherapie. Dat is dat significante verschil wat ik had gevonden, wat na sensitiviteitsanalyse alsnog wegviel. Maar het is eigenlijk altijd de vraag als je iets niet vindt of dat terecht is, dat het er inderdaad gewoon niet is of dat je het niet hebt kunnen aantonen. En als je naar de spreiding kijkt, dan is dit qua depressie en angst wel echt een spreiding die in heel veel onderzoeken naar voren komt. Dus daar komt gewoon in naar voren dat ongeveer 1 op de 4 daar last van heeft. Dus ik denk niet dat dat iets is wat echt bij deze doelgroep of bij deze onderzoekspopulatie past, maar dat dat gewoon bij de doelgroep past en dat dat in andere onderzoekssettings niet zal veranderen. Dat is een heel mooi bruggetje, maar ik weet niet of ik, heb ik nog een minuutje, meneer de prorector? Dus ik wil dat zo houden. Dan dank. Dan geef ik het woord aan u terug. Dank u wel. Dan wordt nu de oppositie voorgesteld door professor van Sandbeek. Hij is vaatchirurg in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en is hoogleraar op het gebied van een hele lange titel Application of Engineering in Vascular Surgery and Vascular Therapy aan de TU in Eindhoven. Professor van Zandbeek. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovenda, graag wil ik u complimenteren met het uitgeven van uw proefschrift. Met inderdaad een mooie foto op de voorkant, moet ik zeggen. En ik wil u feliciteren met de mooie en de relevante studies die u gedaan heeft. En in mijn felicitaties wil ik ook graag uw promotor en uw beide co-promotoren meenemen. En ik wil... Nou kijk even naar de klok, want ik dacht dat ik voorlaatste was, maar ik denk dat er iemand is overgeslagen, of niet? Want anders heb ik al heel veel tijd. Ik moet even kijken of de klokken gelijk staan. Ik twee na mij, hè? Ja, twee na mij. Ja. Waarom keek u naar de klok? Omdat u dacht dat u te vroeg was. Ja, ik dacht ik krijg extra tijd. Mijn file tijd wordt misschien gecompenseerd, dacht ik maar. Nee, maar dan weet ik, er zijn nog 2 mensen na mij. Die klok die geldt. En daar mag u de tijd bij tellen die u net hebt uitgerekend. Mevrouw de Pommende, ik wil graag met u van gedachten wisselen over hoofdstuk 7. Want dat intrigeerde mij en dat is iets wat al langer bekend is. En u kijkt in hoofdstuk 7, kijkt u naar de alternatieven voor de gesubsidieerde looptherapie. Zoals u zelf ook al zei in uw woordje vooraf, fietsen, beenweerstandoefeningen, armoefeningen, Nordic walking en combinaties van al die dingen. In die vergelijkende studie vindt u eigenlijk na 12 weken vindt u nauwelijks verschil tussen die behandelingsvormen. Maar dan schrijft u in uw Cochrane Review, u beoordeelt het bewijs voor die alternatieven eigenlijk zwak. En er zijn inconsistenties en er is een potential bias. En waardoor u zegt van ja, looptherapie blijft toch de voorkeur hebben. En die andere therapieën die zouden misschien als alternatief kunnen dienen als mensen geen looptherapie kunnen hebben. Bijvoorbeeld als er een been geamputeerd is of wanneer ze andere dingen hebben waarom ze het niet kunnen doen. Maar dat verbaast me, die conclusie verbaast me. Want eigenlijk is het zo dat die alternatieve behandelingsvormen
eigenlijk net zo goed werken. En dat weten we al langer. Daar zijn meerdere studies over. En als je dat misschien over de kaasschaaf van een meta-analyse had, dan komt het misschien anders uit. Maar dat weten we al dat dat is. En ook dat verbaast me overigens. Want ik ben nog opgeleid in de tijd waarin we zeiden looptherapie, dat is belangrijk. Want dat levert collateraalvorming. Dat geeft mitochondriale veranderingen bij biopten uit de kuitspiercellen, zoals ze in Sheffield hebben gedaan, voor en na looptherapie. En die fysiotherapeut is ontzettend belangrijk voor die looppatroonadviezen, zodat mensen efficiënter gaan lopen. Maar in één keer blijkt dat dat allemaal niet zo heel erg belangrijk meer is. Kunt u dat uitleggen? Hooggeleerde opponent, bedankt voor de compliment en deze vraag. Het is inderdaad zo dat met zo'n meta-analyse je de conclusie natuurlijk aanpast puur op wat je hebt gevonden aan evidence. En als het dan low quality of evidence is, dan moet je daar altijd je conclusie wat voorzichtiger op bijschaven. Maar het klopt inderdaad dat ook uit andere onderzoeken al is gebleken dat het even effectief is als je naar de loopafstand kijkt. En ik denk dat dat komt omdat die metabole veranderingen die vinden gewoon plaats op basis van het in beweging komen. Dus het maakt eigenlijk niet eens per se uit of je daar de benen bij beweegt. En die metabole veranderingen die vinden dan plaats in het hele lichaam. Dus zowel in de kuitspier als in de armspier. Dat is niet iets wat alleen lokaal plaatsvindt. Dat stukje over collateraalvorming, dat is inderdaad wat eerst altijd werd aangenomen. Maar dat is inmiddels achterhaald. Omdat er bijvoorbeeld ook MRI-studies zijn gezien waarin ze dat niet zagen optreden, zeg maar. Dus ze zagen helemaal geen collateraalvorming. Dus dat blijkt toch meer op microniveau te zijn, dat daar eventueel wel angiogenese plaatsvindt. Maar niet in de zin van dat er grote nieuwe vaten worden aangelegd. En ik denk inderdaad, als je puur naar loopefficiëntie kijkt, dan is het natuurlijk wel nodig dat je ook gaat lopen. Ik denk dat het altijd een combinatie gaat blijven van. En het ligt een beetje aan wat iemands persoonlijke doel of wens is. Want als het is, ik wil heel graag naar de supermarkt op de hoek en dat lukt nu niet. Maar ik vind het ook prima om daar de fiets voor te pakken. Dan zou dat eigenlijk ook al prima zijn als hij dat met weinig klachten kan doen. Dus we moeten gewoon af van dat hamer op dat het per se lopen moet zijn. Het ligt er een beetje aan wat de patiënt wil. En het blijkt dus dat je met die andere therapievormen ook de loopafstand zelf met minder klachten kan verbeteren. Ja, kijk, je zegt collateraalvorming, dat komt er niet, dat klopt. Niet binnen de tijd van de looptherapie, want als je een chronische occlusie ziet en je maakt daar een CT-scan van de MRI van, dan zie je zeer, zeer duidelijke collateralen. Dus die ontstaan wel degelijk. Ja. Maar ik wil terug, want u heeft gezegd die andere studies, het bewijs is er niet, maar het komt ook met een sample size, hè, dat is een beetje klein. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, lopen op de loopband, is oerzaai. En daar ik heb nog niemand gesproken die dat nou echt leuk vond. En nou leven we in een tijd waarin we het individu niet meer generiek moeten behandelen. We moeten patiëntspecifieke behandelingsmethodes gaan geven. Dus zou het niet beter zijn om die alternatieve behandelingsmethode veel meer te gaan toepassen en gewoon kijken wat het beste bij de patiënt past. En in ieder geval een onderzoek doen naar de patiënttevredenheid van die patiënten die alternatieve behandelingen hebben gehad, die ze eigenlijk veel meer liggen dan alleen die looptherapie. Looptherapie zijn we mee begonnen, 50 jaar geleden. En we zeggen nog steeds, terwijl eigenlijk het bewijs tegen ons spreekt, ja, maar we blijven looptherapie doen. Moeten we dat niet meer gaan specificeren en patiënt tederen? Ja, ik loop zelf ook een beetje aan tegen de term looptherapie. Ik vind dat in Engels wat fijner, omdat het daar supervised exercise therapy is, wat al beter aansluit bij wat u inderdaad aangeeft en waar ik het volledig mee eens ben, dat we gewoon veel meer moeten kijken naar iemand in beweging krijgen en dan de inhoud laten afhangen van wat iemand het liefste doet. Dus ik denk inderdaad dat we echt van dat puur alleen lopen af moeten. En er zijn ook best veel onderzoeken die aantonen dat het lopen op een loopband überhaupt niet echt helemaal aansluit bij de realiteit. Want normaal heb je oneffenheden in de weg en heb je stopmomenten bij een stoplicht. Dus dat is ook een van de redenen waarom we qua uitkomstmaat meer naar 6 minuten wandeltest kijken of gaan zoeken naar fysieke activiteit en meer met mensen echt buiten ook moeten gaan lopen. Dus dat is sowieso al wel een verandering inderdaad die gaande is, terecht wat mij betreft. Dus van die loopband, die mag op zich nog wel een deel van de therapie beslaan. En misschien vooral in het begin om echt te kijken naar hoe kun je efficiënter lopen. Maar echt dat pure looptherapie moeten we inderdaad denk ik gaan loslaten. En hoe we dat dan gaan noemen, daar moeten we nog even naar kijken. Want ik had zelf nog wel aan beweegtherapie gedacht, maar dat klinkt ook heel erg suf. Dus daar moeten we nog een mooie term voor bedenken. Oefentherapie zoals in het Engels.
Dank u wel voor uw antwoorden. Ik ben zeer tevreden. Geef het woord terug aan de... Dank u wel, professor van Sandbeek. Dan wordt de oppositie voorgesteld door dokter Mees. Hij is vaatchirurg aan het MUMC hier in de stad. Professor Mees, dokter Mees. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte mevrouw de promovendus, ook mijn felicitaties voor dit zeer actuele proefschrift. Ook aan uw supervisorenteam, het is leuk om mijn oude opleider weer aan dezelfde tafel te zien. En aan uw promotor, die denk ik complimenten verdient vanuit onze hele vakbeweging voor het al meer dan 10 jaar onderzoek doen en vooruitbrengen van een behandeling die essentieel is voor onze patiënten, maar bijna geen innovatiechirurg leuk of interessant of laat staan sexy vindt, de looptraining. We zijn hem zeer erkentelijk, denk ik, voor al zijn werk daarin. Ik heb opgemerkt dat u in uw stellingen eigenlijk geen stelling aan hoofdstuk 5 hebt gewijd. Ook al is dat eigenlijk voor vaatchirurgen een heel intrigerende studie. Dus ik denk dat u dat hebt gedaan omdat u net zoals ik grote twijfels hebt over de conclusie van deze studie en ook de opzet. En daar wil ik graag even over met u van gedachten. Van veranderen of over veranderen of over wisselen. Het gaat om de ELECT Registry van 267 patiënten. Ja, er zijn vaatchirurgen geweest die de diagnose perifere vaatlijden hebben gesteld bij deze patiënten. Er staat eigenlijk niet op basis van welke criteria ze dat gedaan hebben, maar laten we nou maar geloven dat ze dat correct gedaan hebben. Die wil ik u nog wel meegeven. U hebt de sample size van, die van tevoren berekend is per groep eigenlijk niet gehaald. En dat is lastig, omdat ik ook niet zo overtuigd ben van de samenstelling van de groepen. U heeft ze ingedeeld volgens anatomie en dan gaat het eigenlijk om het verschil tussen boven en onder de lies. Werkt looptraining nou even goed? Maar wat ik niet begrijp is dat u een heel belangrijk bloedvat wat eigenlijk in de lies zit, de arteria femoralis communis, dat heeft u bij de onder de lies groep genomen. Terwijl wij eigenlijk allemaal denken dat het gaat om de femoralis superficialis en de popliteea. Dus wat er eigenlijk daarboven zit de inflow. Ik denk dat dit ook dus een heel vertekend beeld zou kunnen geven, omdat die eigenlijk in de verkeerde groep zitten, die patiënten. Dan is het mij niet zo duidelijk, u heeft een groep samengesteld die heet aorta iliacaal. Ik vraag me af of daar aorta letsels in zitten. Het staat daar niet bij, maar als dat wel zo is, zou dat denk ik ook de studie beïnvloed kunnen hebben, want de aorta voorziet toch echt beide benen van bloed. We kunnen nog één ding, wat ik ook nog even wil vragen daarover, en dan laat ik u aan het woord. De iliaca interna, een intrigerend bloedvat, ook wel de bilslagader genoemd, die heeft u ook in deze analyse in die groepen gezet. Dat is eigenlijk een heel ander soort etalage effect wat je krijgt, namelijk etalage billen en niet etalage benen. En ik weet helemaal niet of daar looptraining wel zo goed voor werkt. En ik wil graag misschien zoals daarna nog even over deze specifieke bloedvat met u van gedachten wisselen, wat u daar de beste behandeling voor vindt. Maar laten we dat aan het einde doen. Eerst eventjes hoofdstuk 5 doornemen. Zeer geleerde opponent, bedankt voor de felicitaties en deze uitgebreide vraag. Het is inderdaad terecht dat er bepaalde keuzes zijn gemaakt die misschien niet het meest gangbaar zijn. Alhoewel er sowieso nog niet heel veel studies zijn die echt puur kijken naar de locatie van vernauwing. We hebben hier bepaalde keuzes inderdaad in gemaakt die misschien achteraf gezien anders hadden gekund of anders geformuleerd hadden kunnen worden. Op uw vraag of bij aorta iliacale ziekte ook daadwerkelijk ziekte van de aorta is meegenomen, dat is wel bij de inclusies ook opgeschreven dat de common iliac artery, external iliac artery en de internal iliac artery zijn meegenomen. Dus eigenlijk niet de aorta aan zich. Dus dat is inderdaad misschien een beetje een ongelukkige woordkeuze. Dat maakt de groepen wel beter, dus dat is goed dan. Ja, precies. En of deze studie dan, of dan uiteindelijk de conclusie ook voor waar kan worden aangenomen. Toevallig kreeg ik vandaag een herinnering dat er gisteren een studie van collega's vanuit Amsterdam naar ongeveer hetzelfde onderwerp is gepubliceerd over aorta iliacale lesies en dan SET versus endovasculaire revascularisatie, waarin ook dezelfde conclusie naar voren komt dat looptherapie in beide groepen effectief is.
En ook de drie eerdere RCT's die naar dit onderwerp zijn gedaan, laten eigenlijk ook diezelfde conclusie zien. Dus er kan inderdaad, er zitten wel limitaties aan de ELECT Registry. En er zijn misschien dingen die beter of anders hadden gekund. Maar aangezien er nu vier RCT's en een registry zijn die wel dezelfde conclusie geven, verwacht ik toch wel dat dat zo is. Okay. Dat looptherapie ook effectief is, ongeacht locatie van de vernauwing. Maar het blijft wel zo dat de iliacaal lijden, misschien net een andere benadering kan hebben. Omdat inderdaad, als je gaat opereren, de patency wel beter is. Dus dat is natuurlijk wel een verschil. Maar u heeft ook gezien dat er meer van de patiënten in de iliacale groep een stent, of ik neem aan een stent, maar in ieder geval interventie gekregen hebben. Ja. En dat ging vaak tussen de 3 en 6 maanden, was dat al zo. En u heeft als eindpunt 6 maanden loopafstand meegenomen. Als daar dan ook de patiënten in zitten die gestent zijn, geeft dat dan wel een goede uitkomstmaat? Want die is dus verschillend in beide groepen. Klopt, dat is waar. En dat is ook waarom er nog wel een per protocol analyse is gedaan. Om te kijken, als je echt kijkt puur naar de mensen die alleen maar set hebben gedaan, of je dan nog een verschil ziet in beide groepen. En dat blijkt niet zo te zijn. Dus dan is er nog steeds geen significant verschil in loopafstand. En wat we misschien achteraf gezien hadden moeten doen, is ook nog corrigeren voor het krijgen van een interventie. En gelukkig is de registry nog steeds bezig, worden nog steeds gegevens verzameld en wilden we ook op de lange termijn nog een studie publiceren hierover. En dan kunnen we dat zeker meenemen. Oké, je had ook de studie kunnen stoppen. Niet de studie, maar die patiënten uit de studie kunnen laten gaan als ze een stem krijgen natuurlijk. Tot slot de iliaca interna. Wij krijgen soms patiënten met bilklaudicatio op basis van alleen maar letsel van de iliaca interna. Daar wordt eigenlijk nooit een stent geplaatst, soms een ballondilatatie of looptraining. Heeft u enig advies voor mij, voor in mijn praktijk, wat ik nou het beste met die patiënten kan doen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet vaker echt specifiek over heb nagedacht. Dus qua klachten weet ik niet het beste, wat daar de beste behandeling voor is. Maar als je kijkt naar het feit dat ook dat een uiting is van atherosclerose en dat een ziekte van het hele lichaam is, en ik vind dat we daarvoor in beweging moeten komen, blijft dat wel gelden, ook voor mensen met bilklaudicatio. Dus ook die mensen die moeten in beweging komen en gezonder gedrag gaan aannemen om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Maar ik weet niet specifiek wat het effect is van looptherapie op bilklaudicatio klachten. Ik dank u zeer hartelijk voor het antwoord. Dank u. Dank u wel, professor Mees. Misschien iets van een Zuid-Amerikaanse dans of zo. Ja, bijvoorbeeld. Er zit nog wel eens beweging in dat gebied. Dat wordt op zich nu voortgezet door professor Mures. Hij is ook leraar huisartsgeneeskunde aan deze universiteit. Hij is vandaag ook secretaris van de promotiecommissie. Professor Mures. Dank u wel, meneer de prorector. En op uw dansende beweging door te gaan. Fijn dat u zo'n dik proefschrift hebt gemaakt. Het heeft wel een bos gekost, denk ik. Maar ik denk, mijn collega Bartelink, die zat in de beoordelingscommissie, zag ik. En die zit ook in de NRG, Nederlands Huisartsgenootschappen, standaard perifere arterieel vaatlijden. Dus ik denk dat een heleboel dingen die ik hier gelezen heb, die stonden nog niet in die standaard. Dus via haar denk ik dat we toch moeten proberen om dat ook te implementeren in de praktijk. En ik zag ook in de impactparagraaf, zoals dat tegenwoordig heet, dat de rol van de huisarts iets lijkt toe te nemen. Ik ben nog niet zo tevreden over de toename in 10 jaar van 28% naar 38%, maar er zit in ieder geval een bepaald signaal in. Dus als we het dan over die huisarts hebben, ik ben huisarts en ik zie regelmatig mijn patiënten door mijn dorp lopen, zelf, zonder supervisie. Dan denk ik, hoe moet ik dat nou mijn collega's, huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten misschien, die hebben er wel meer verstand van. Hoe moet ik dat nou duidelijk maken? Intensief, matig intensief, lopen, bewegen. Ik heb uw stuk gelezen in het boek Leefstijlgeneeskunde, wat u ook aanhaalde in de presentatie, samen met uw promotor geschreven. En er kwam een heel technisch verhaal over metten en et cetera. Wat kan ik nu in mijn praktijk, want mijn praktijkondersteuners moeten natuurlijk vragen naar bewegen. Beweegt die groep ook bij COPD-patiënten? Hoe operationaliseer ik dat straks na dit weekend in de praktijk? Hoogleraar Opponent, bedankt voor de felicitaties en deze vraag.
als je kijkt naar mensen die echt een chronische ziekte hebben, zoals etalagebenen, dan ben ik van mening dat als je die mensen echt in beweging wil krijgen, dat ze dat het beste verantwoord onder supervisie kunnen doen. Dus dat is dat eerste stukje, dat daar echt een fysiotherapeut bij is die aandacht heeft voor de, bijvoorbeeld de pijn die ze ervaren bij het lopen, hoe je daar dan het beste mee om kan gaan, hoe je daar het beste doorheen kan komen. Of als je een COPD'er hebt, hoe die het beste met de benauwdheid kan omgaan. Ja, dus mijn vraag was eigenlijk van in uw hoofdstuk schrijft u wat voor de een matig is, is voor de ander gering, et cetera. Hmm. Hoe kan ik op maat een beweegadvies geven aan patiënten, wat ze ook kunnen snappen en volgen? Dat ligt er ook een beetje aan hoe actief of inactief ze op dat moment zijn. Want het is ook aangetoond dat als je echt zeer inactief bent, dat echt alle kleine beetjes helpen. Dus al kom je van de stoel af, dan win je daar echt al aanzienlijk mee. En dus daar zult u... Als u dat wil, mag u het antwoord kort afronden. Ja, dus dat is echt iets wat je op de persoon moet aanpassen. We hoeven gelukkig dan niet met mets of iets dergelijks te rekenen. Maar de, Okay. De beweegrichtlijn heeft nog wel vrij begrijpelijk. Hartelijk dank voor je antwoord. Ik ben zeer tevreden en ik ben blij dat u de stap hebt gemaakt naar de luchtmacht. Want zo'n onoverzichtelijk pad in het bos is voor een luchtmacht geen probleem natuurlijk. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Ja, zoals u in alles merkt is de gelegenheid voor het beantwoorden van vragen en de verdediging van uw proefschrift hiermee voorbij. De commissie zal zich terugtrekken voor beraad en ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van dat beraad en onze terugkeer hier af te wachten. Goedemiddag en welkom in de breakout room. Goedemiddag.
Mevrouw de promovenda, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide aspecten en gelet op de vroeger door u afgelegde examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar Teijing is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Dr. Jansen, belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend en volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u Sandra Catharina Petronella Jansen tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en alle overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. Ik wil graag het woord aan de co-promotor Dr. Ellen Rawet geven om de laudatio uit te spreken. Dr. Jansen, zeer geleerde Sandra, wat zul je nu opgelucht zijn. Allereerst wil ik jou, mede namens de andere leden van het promotieteam en de gehele corona, heel hartelijk feliciteren met het behalen van je doctoraat. En onze felicitaties gaan uiteraard ook uit naar jouw vader en moeder. Ze zullen apetrots zijn. De rest van je familie, je paranimfen en je vrienden. Jullie Sandra heeft het fantastisch gedaan en daar kunnen jullie met recht trots op zijn. Beste Sandra, jouw promotor, professor Joep Teijing, die vroeg met woord tot je te richten en met de opdracht om het kort te houden. Dus ik zal me daar uiteraard van houden. We hebben je de afgelopen jaren leren kennen als een harde werker met een enorm doorzettingsvermogen. Als je ergens je zinnen op zet, dan ga je door totdat je je doel hebt bereikt, recht erop af. Grotendeels op eigen kracht, niet leunend en ook niet wachtend op anderen. Ook in deze periode van persoonlijke sores heb je een hoge stressbestendigheid tentoongespreid en dat hebben we vandaag ook weer gezien. Dat is heel knap. We hebben je niet alleen leren kennen als een dappere, nuchtere Brabantse meid, maar ook als een zeer intelligente, analytische en secure onderzoeker. Met grote verbazing en bewondering hebben Dr. Sanne Hoeks, epidemioloog in het Erasmus en ik, toegekeken hoe jij in vlot tempo complexe analysesmethoden hebt eigen gemaakt en in statistische software zat te coderen alsof je leven er vanaf ging. Je hebt dat grotendeels zelf uitgevogeld, dat heb je heel erg knap gedaan. Wat je ook ziet als onderzoeker is dat je je onderzoeksresultaten niet opwrijft of oppoetst, hoe je het wil noemen. Je interpreteert de data zoals ze zijn, het is wat het is. Je maakt er niet meer verhaal van wat eruit komt. Je komt snel tot de kern van de zaak. Op te veel woorden hebben we je dan ook nog nooit kunnen betrappen. Eerder het omgedraaide. Je bent kort van stof, maar gelukkig niet kort door de bocht. Sandra, je bent verder goud eerlijk en integer. Doe maar normaal is je motto en het enige wat je van wijs lijkt te brengen is als je onrecht ruikt. Een sterke gevoel voor rechtvaardigheid maakt je niet alleen tot een goede wetenschapper, maar maakt je ook tot een goede dokter. Daarover gesproken, je start je promotietraject als springplank richting de chirurgie. Ik weet zeker dat je de kwaliteiten van een goed chirurg ook in huis hebt. Toch besloot je halverwege de rit om een andere richting te kiezen en de gezondheidszorg in je land te gaan dienen als arts bij Defensie. Een vak waarin je verschillende medische disciplines kunt combineren, zowel het acute levensreddende handelen, spreek je aan, maar ook het bevorderen van gezondheid, in dit geval binnen de Nederlandse defensiemacht. Die keuze voor Defensie die kwam niet helemaal uit de lucht vallen, nadat ik bij jou een workshop Krav Maga had gevolgd. Voor degene die dat niks zegt, Sandra beoefent
geen Zuid-Amerikaanse dans, maar al jaren een vechtsport, CQ zelfverdedigingsmethode, die is ontwikkeld door en voor het Israëlische leger en de Mossad. Uitermate doeltreffend door een combinatie van technieken uit judo, karate, aikido, worstelen, etc. En diezelfde vechtlust zet je net zo hard in voor natuur en milieu. Dat zien we op je coverfoto. Maar wat mij betreft symboliseert die niet alleen een route voor de behandeling van vaatpatiënten. De foto staat in mijn ogen ook voor karaktereigenschappen van jou, zoals standvastigheid, stilte en rust, betrouwbaarheid en frisheid. Je hebt een hele eigen aanpak. Ja. Tot slot, aansluitend op jouw laatste stelling van Gandhi. Je springt onzelfzuchtig op de bres voor mensen die het in onze samenleving minder goed hebben getroffen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is dat je Nederlandse taalles geeft, of in elk geval gaf, aan vluchtelingen, zodat ze hier een menswaardig bestaan in onze maatschappij kunnen opbouwen. Sandra, ik weet dat je niet zo zwaar tilt aan titels en bombarie, zal ik maar zeggen. Maar nu is het tijd dat je even in het zonnetje gaat staan en volledig geniet van je prestatie. Het zijn toch maar weinig mensen die het je nadoen. Je hebt het verdiend. Dank je wel. Dank je wel. Dr. Janssen, aan deze kant weer. Ja, het is mij genoegen om namens de universiteit en het College van Decanen mee aan te sluiten bij deze felicitaties. En die ook uit te breiden naar eventueel aanwezige geliefden die waarschijnlijk in de zaal zitten dan. Ja, u bent een alumnus van onze universiteit. En dan doet het deze universiteit ook altijd veel plezier dat die ook nog de oogst kunnen hebben van een dokterstitel of een doctorering. Want dat is uiteindelijk het einde van de academische opleiding. Dan zeg ik er ook altijd bij, ook dank namens de vakgroep, want die hebben alle revenuren nu ook van deze promotie. Maar in uw geval is me dat wat onduidelijk waar dat naartoe gaat, of dat naar Eindhoven gaat, of dat wij dat hier mogen houden. In ieder geval, ik heb alle vertrouwen erin dat uw promotor tijdens zo zakelijk was dat er ook wel iets richting Eindhoven gaat. Maar nou, laat ik te diep in de keuken kijken van de financiën rondom een promotie. Maar die zijn van heel groot belang voor universiteiten. Want u zal bekend zijn dat wij ons geld halen, onder andere uit de promoties. Dank daarvoor. En als ik dan toch aan danken ben, dan dank ik de doktoren Kiers, Elsman en professor van Sandbeek. Dat zijn de mensen die moet ik apart bedanken voor hun aanwezigheid hier. Zult u zeggen, ja, die anderen dan? Nee, die zitten hier gewoon kwaliteit te kwamen. Want die hebben een aanstelling bij deze universiteit. En een van hun taken is dan het doen van deze plezierige promoties. En daar hoef ik ze niet apart voor te bedanken. De anderen die ze hebben daar echt een dag vrij voor moeten nemen. En die verdienen die dank dan. Ja, gelukkig kan ik nu weer vertellen, tot voor kort kon dat niet meer vanwege COVID, dat er ook een receptie is die u ons aanbiedt. Ik ben altijd benieuwd wat dat inhoudt zo dadelijk. Die receptie vindt plaats in de refter, het refectorium van deze monnikenabdij die het vroeger was. En dan gaat u dus, de mensen uit de zaal, die gaan zo dadelijk via die deuren naar buiten. En wij blijven nog even achter, want wat nog niet mag van het college van bestuur is een soort statieportret maken op de trap. Maar dat maken we goed door hier in dit zaaltje, in deze kring, zeg maar het altaar van de vroegere kerk waar we nu in zitten. Ja, dit is een kerk geweest van de minderbroeders. Om daar de fotosessie te doen. En dan kunt u met uw paarnimfen eerst met uw diploma en dan de promotores. En dan met de hele corona. En terwijl dat gebeurt, gaat u vast, het publiek uit de zaal, in dat reftertje zitten. Misschien is er wat te drinken en al dat soort dingen. Dat ziet u daar wel. En dan volgen wij even later in een stoet. En dan voegen we ze ons, wij ons bij u. Dit gezegd zijnde sluit ik hiermee deze academische zitting. Ja. Ja.